What's good? Mijn naam is Calvijn en ik vraag me vandaag af, kun je doen alsof je wijnkenner bent? Terwijl je eigenlijk helemaal geen wijnkenner bent. Ik ga het vandaag testen. Kun je doen alsof, doen alsof, kun je doen alsof? Momenteel word ik omgetoverd tot wijnkenner Xander. En straks komt er een hele groep aan mensen die denken dat ze anderhalf uur lang een wijnproeverij krijgen van iemand die daar heel veel verstand van heeft, terwijl ik er echt geen reet van snap. Ik doe dit allemaal zonder enige voorbereiding en aan het eind van de hele sessie zal de groep gezamenlijk besluiten of ze mij goed genoeg vinden of niet. Dat doen ze zonder dat ik in de ruimte ben, dus dan kunnen ze 100% eerlijk zijn en dan zullen we er voor eens en voor altijd achter komen of je kan doen alsof je wijnkenner bent. Het is altijd makkelijk als jullie achter de tafel staan. En jij dan staat Sander in dit geval. Goedenavond. Voor de tafel. Sander is een afgestudeerd sommelier die mij gevraagd heeft om, nadat hij bij families al een aantal keren wijn heeft gepresenteerd, nu eens een keer in den vreemde een presentatie wil houden over zijn kennis over de wijn. Nou ja, wat ben ik dan om te zeggen nee? Ik kom gewoon af en toe even kijken. Om te kijken hoe het gaat. Was ik per ongeluk terpentine in de glazen schenk. Dat, precies. Sander, ik zou zeggen veel succes. Ja, maak er een mooie proeverij van. Ja, we gaan er verwende, mooi maken. Verwende gasten. Ja. God. Wie van jullie heeft een beetje kennis van wijn? Vindt hij of zij zelf? Een beetje wel. De gebakken publiek. Je weet het verschil tussen rood en wit. Ja, het verschil tussen rood en wit staat hier achter mij, denk ik. Want witte wijn wordt gemaakt van? Rode druiven. Ik denk een mixie. Een half-half. Ja, een soort gehakt. Maar dan half van half. Maak ze broezen. Dit vat? Dan mag het in. Dan mag het in. Ik noem het ook wel eens de asbak in de wijnproeverij. Het hoeft niet op, zeg ik altijd. Het mag hierin op het moment dat hij denkt, ik heb wel even genoeg gehad, toch wel weer door blijven proeven. Je zult mij ook vaak hier gebruik van zien maken. Zijn we er klaar voor, is een beetje de vraag. Zeker. Ja? We beginnen met een witte. Dit is een Pinot Grigio en een Sauvignon Blanc in één. Dus het is een combinatie van de beide. Het is een Italiaanse wijn, dat staat er vaak op. Zoals met veel wijnen, we kunnen ze op of hout, of op hout ruimen, of rijpen. Of op staal. Deze is lekker rijp. En ja, verder zou ik gewoon zeggen, laten we vooral genieten en proeven. Goed, we houden het even klassikaal. We nemen allemaal even het glas in de hand. Een gezellige avond. Juist. We kunnen allemaal even ruiken. En dan hoor ik graag wat voor fruit. Fruit. Ja. Wat voor fruit? Fruit en het zonnetje. Fruit en het zonnetje. Ja, het is echt een terras. Het is een terraswijntje. Sowieso, ja. Nou ja, dan kunnen we gaan proeven. Ik zou zeggen, santé. Ja, santé is namelijk een slurp. Het is geen bier. Het is geen bier? Nee, dat kunnen we wel stellen. Nee. Hij is lekker. Het is een droge, denk ik. Hè? Een droge afdronk. Ja. Ja, deze is wel echt om te drinken bij, nou ja, bij een stukje kaas of iets om erbij. Komt die uit Italië? Ja, ja. Het is echt een Italiaanse wijn. Waar, ja, ik moet zelf soms ook altijd even kijken. Ja, dit is Sicilië. Dit komt van Sicilië. Als ik hem zo ruik, dan ruik ik ook de vleermuis. Ja, het zou, ik heb vaak genoeg van mensen gehoord dat ze bepaalde dingen ruiken uit hun eigen omgeving. Dat je dat toch altijd weer betrekt. Sommige mensen die hebben soms een bepaalde wijn of iets te eten. Dat ze zeggen, ja, dit smaakt naar de vloer van een gymzaal. Oh. Nou, dan vraag ik liever niet verder. Maar dat komt omdat ze dan gymdocent zijn of iets dergelijks. En hebben ze daar echt iets mee. Maar goed, zo heeft iedereen weer zijn eigen... Zijn eigen dingetje. Ik ga even een plankje kaas halen. Dat lijkt me wel even lekker.
voor de bij. Blijven rustig staan. Dan mogen jullie lekker blijven staan, blijven drinken, blijven doen. Ja, dit is wel... Ik moet lullen, jongen. Maar ik vind het altijd mooi dat ze zeggen dat dit een droge wijn is. En ik denk eens van, nou, droog. Maar ik vind hem eigenlijk helemaal niet droog. Er zijn mensen die helemaal geen verstand hebben van wijn. Ik ervaar hem al heel zuur in mijn mond. Nee, maar er zijn ook mensen die hebben heel veel verstand van wijn. Ja, nee. Maar wat anders is met de andere afleveringen. Nu moet je aan één stuk doorlullen. Helemaal lam worden. Ze laten geloven dat ik wijnkenner ben. Ik ga even een beetje kaas halen. Het gaat nu pas beginnen. Dat maakt het spannend. We hebben met dronken met de bloemen en dan kregen we het eerste plankje. Zullen we doorgaan met de volgende? Een Franse Chardonnay. Ik proef het altijd gewoon. En als het lekker is, dan is het lekker. Een Chardonnay, wat is dat voor een naam of is dat een gebied? Ja, dat is een gebied. En daar. Heel interessant. Zal ik hem inschenken? Nou, graag. Deze is wat... ik ga niks zeggen. Van tevoren zeg ik liever niks. Ja, het is allemaal super gezellig. Op het moment dat je op een terrasje zit, ergens in Frankrijk, en je hebt deze rosé. Dat zijn toch vaak een beetje de contexten die je erbij moet, bedenken. Om ervoor te zorgen dat de smaak goed tot zijn recht komt. Ah, met zo'n mooie omgeving, met gezellige mensen, met vrije tijd. Juist. Ik vond dit ook de minste. Ja, oké. Weet jij toevallig ook van de witte wijn de prijzen en de rosé? Ja, want dat is ook wel leuk. Weet ja, je dat? Ja. Ja, dat is een hele goeie. Ik moet eerlijk zijn dat ik het niet weet. Oh. Nou, ik vind hem eigenlijk de minste. Ja. En soms, daarom vind ik de prijs wel handig. Leuk om te weten. Ja. Kijk mensen, in eerste opzicht lijkt hij inderdaad licht, omdat hij qua kleur licht is. Maar als je hem dan proeft, merk je toch dat hij toch best wel redelijk aankomt. Uit mijn ervaring is dat je na een glas of twee, dat je er wel klaar mee bent. Wat is jouw favoriete wijn? Nee, ik ga het niet vertellen. Hij komt zo, het is één van die twee. Okay. Ik ga het niet vertellen, maar ik ben heel veel benieuwd hoeveel van jullie het met me eens zijn. Leuk. Daarom heb ik hem ook uitgekozen. Ik heb tegen Roer gezegd, ik wil die in ieder geval laten proeven. Daarom ben ik ook blij dat jullie deze niet zo heel boeiend vinden, want ik vind hem zelf ook niet heel boeiend. Okay. Ik vond hem eigenlijk niet zo verkeerd. Nee? Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik leuk. Dan houdt het van... Ja, dat vind ik leuk. Dan houdt het van hart. We zijn allemaal geneigd om met elkaar mee te gaan. Qua mening. Dat zijn mensen, we zijn een beetje kuddedieren, maar dat doen we natuurlijk niet. Ik vind het alleen maar mooi. Ja, nu mijn derde slokje. We beginnen met metalen erachter te gaan. Maar in het begin had ik echt... Komt misschien ook door, het is de eerste wijn die geen kurk heeft, maar... Een dop. No. Ja, dat maakt geen verschil. Dat loopt het dom. Nee, ja, ik had nog even een tweede plankje. Jezus. Waarom moet je hem lachen? Ik heb nog niet echt het idee dat mensen me doorhebben. Die neemt er nog een gigantisch in het oogje van aan, man. Ik weet niet wat ik al wil zeggen. Hij zegt net van Chardonnay dat het een gebied is, maar dat is inderdaad. Nee, het is een druif. Het is een druif. Het is allemaal. Waar die weet, joh, net zo allemaal. Dat komt gewoon niet, maar wat het is werken. Abracadabra, wat ik zeg. Ik lees het half af van de fles. Dus ik lees het wel echt af. Ik hoop dat het klopt. Nou, ik heb zelf het echt super. Ik heb nog niet echt het idee dat mensen me doorhebben. Ja, maar weet je wat het is? Want misschien is het niet zijn eerste keer. Ja. Grenache, zegt jullie dat iets? Grenache? Nee, ja, wijn. Ja. Gaan jullie wel eens naar Frankrijk toe? Wel eens. Uiteindelijk, ja. Weet iemand waarom er soms aan de kurk wordt geroken? Nee. Nee? Nee, dat is ook... dat is ook klinklaar onzin. Ja, dat klopt. Dat wordt nooit gedaan. Maar wat zeg je nou? Dat is toch niks
voor. Nee. Het is onzin. Oh, nee, het is onzin. Ik doe het ook nooit. Nee, nee, het zou ook vreemd zijn als we met z'n allen aan de keur zouden gaan ruiken. Het is een heel andere. Ja, het is een wat. Echt vol. Echt vol de mond. Je kan hem helemaal rond laten gaan. Elke hoek, alle hoeken laten voelen. Ik vind het lekker, hè? Ja, er gebeurt meer. Daardoor gebeurt er meer. Nou, er zit in ieder geval alcohol in, dat kunnen we nu wel stellen. Bij rode wijn, sommige mensen krijgen er een wat rooiere tanden door. En wat dan werkt, is dat na de wijn, en het is niet prettig, mensen houden er niet van, een stukje citroen eten, een stukje citroen nemen. Je hoeft het niet eens per se door te slikken, maar daardoor wordt eigenlijk de rode kleur weer ontnomen. Als ik dat genoeg op heb, dan weet ik het nog niet. Ja, mijn tante heeft het ook inderdaad. En die is ook... Nou goed, zij is alcoholist, dus... Oh, mooi. Maak het niet uit. Wel verstandige zaken. Maar, heel even nog, waarom ruiken we aan de kurk? Niet. Niet, inderdaad. Nee. Laten we overgaan op de allerlaatste wijn. Mijn favorietje. Nee, dat zou ik niet zeggen. Oh nee. Hij heeft nou gesteld. Dat is de wijn die spreekt. Excuus. Ja, goed. Ja, wijn is beter dan water, zeg ik altijd. Dat sowieso. Want water is voor kikkers. Water is voor kikkers, ja. En wijn is voor ons. En dit is een natuurlijk product. Dit is een Passione, een Italiaanse wijn. Laten we ons daar even op voorbereiden. Ook het hoogste alcoholpercentage tot nu toe. 95%. Nee, grapje. Ja, leuk dat je het... Glenis Grace is ook dol op wijn. Ja, het wordt toch lastiger inschenken zo naarmate de avond vordert. Ja, het is niet... Dan moet je ook een doek omheen doen, hè? Wordt er niet makkelijker op. Dat is toch eeuwig zonde? Dat is eeuwig zonde, ja. Dat zegt Glenis Grace ook altijd. Ik wou zeggen, maar het is Glenis. Oh mijn god. Hij komt door Glenis. Gaat er iets verkeerd? Hij is helemaal verkeerd. Hij is Glenis. Nou ja, goed. Ik heb... Laten we het even over Glenis hebben. Nou ja, ik heb ooit een after meegemaakt. Weet je wat een after is? Ja, zeker. Ja? Dan wordt die Glenis zeker. Ja. Ja, dan wordt ze dus aanhankelijk. Oh, lijfelijk. Ze wordt heel lijfelijk. Ja, mee. En daar had ik totaal geen moeite mee. Nee, dat vond ik helemaal niet moeilijk. De Italiaanse Passione, ja, 8 maanden op eikenhout. Nog net geen negen. Ja, het is belangrijk om te vertellen. Probeer Glenis Grace te onthouden. Dus Glenis Grace in je achterhoofd. Die zit bij jou in je hoofd nu wel. Zeker even. Ja, zeker. Ik ruik dit glas al. Ik ben overgegaan op een andere tactiek. Ik heb het op een zuipen gezet. Nu merk ik dat ik een beetje dingen begin te vergeten. Dus ik moet even weer. Ik moet even met shit weer. Nou, daar gaan we weer. Dat kan je toch niet doen. Als u deze wijn vergelijkt met de vorige, dan is hetgeen wat we kunnen concluderen dat de vorige was heel erg. Smaakvol. En hard. Dus dat is echt een harde wijn. En deze is wat. Rond, zacht. Juist, wat meer Glenis Grace. Ik denk dat het precies andersom is. Oké. Okay. Want ik vind deze wat zwaarder. Ja, okay. Ja, ik ook. Ik vind deze niet verkeerd. Ik vind hem wel heel mooi vol en zo. Ja. Maar hij eindigt wat anders, zeg maar. Hij is heel kruidig. Ik vind het wel mooi. Ja. Twee glazen volle wijn met volle maan en dan heb je topavond. Goed, ik ga naar Roen. Ja. Hoe is het jullie bevallen? Nou, de laatste fles kreeg je niet meer knap in het glas, hoor. Nou, dat is echt zo. Ja, het is zo. Voor mij ging het erop. Hij is geboren voor het vak, volgens mij. Maar goed, we hebben nog geen cijfers.
Vijf. Vijf hoorde ik al net, ja, moet ik zeggen. Je hoeft niet aan de kurk te ruiken, dat heeft hij ook ongeveer 10 keer gezegd. Dit was zeer chemisch. Dat is niet zo'n diepgang in je informatie. Of echt. Dan krijgt hij van mij wel die voldoende. Maar dat is de 6 toch? Ja. Vijfie. Vijfie dan. Jeanette? Ik geef 6. Ik vind hem niet helemaal professioneel, ja. Dus ik denk dat ik toch naar 6,5 blijf. Nee. Maak die van mij maar 6 doen, dat kan makkelijk van 5 keer deze maken. Ja, ik vind het ook wel een beetje lullig voor hem eigenlijk. Doe die trommel aan! Ik ben zo terug. Nou, daar is hij dan. Onze sommelier. Dag allemaal. Hallo. Nou ja. Oh, heeft u allemaal genoten? Heeft u ook genoten van mijn kennis? Ja, en van mijn mooie koe. Van mijn uiterlijk. Ja. Ja, Roen. Ja. Ik ben heel benieuwd. De waardering als zijn een sommelier te zijn, dat toch ietsje naar beneden. Maar het werd uiteindelijk toch gehonoreerd met een gemiddelde cijfer van een 6. Ja! Het was pittig, Roen, dat je dit wilde doen. Ik wil jullie heel vragen om in de reacties achter te laten welk beroep ik de volgende keer moet gaan proberen. Ik ga nog een wijntje drinken. Ja! Kun je doen alsof,